fucking 17:30 nog tot 6:00 morgen vroeg door. En hier naast mij staat een hele belangrijke persoon. Hele aardige jongen. Aardige meneer, lieve meneer. Ik wil graag dat jullie hem een warm welkom geven. Laat het hem zien. Laat het hem horen. Laat het hem voelen. Dames en heren, jongens en meisjes. Gabriel Ananda! Thank you.
We'll be right back.
Maar ik wil dat je nog één keer laat horen wat jullie van deze jongen vinden.
Dames en heren, jongens, meisjes, dieren, dieren, vrienden, stekker in uw pak, laat je eten horen van Gabriel Adanda. Dat is hoe we hier draaien, dat is hoe we hier draaien. Stekker in het park is bijna voorbij. Nog niet helemaal, want we gaan gewoon door. Maar niet, ja, maar dus niet hier, maar op een andere plek. Ja, dat is mooi, hè? Dat is een bar, inderdaad. We gaan gewoon tot 6 uur morgenochtend door, maar dat is dan in hal 16. Want de sticker is niet compleet zonder verlengsnoer. En in hal 16 zat jullie heel veel moois te wachten. Allemaal jongens uit Studio Stekker, die komen daar. Pitto is erbij. Mike McGoo is erbij. Wildschmerz is erbij. Als jullie heel erg lief zijn voor Gabriel Nanda, is hij er waarschijnlijk ook al bij. Maar misschien is het nog een goed idee om deze dag af te sluiten met gewoon een heel erg groot applaus voor jezelf! Jongens, ik zie jullie dadelijk in hal 16 en zorg dat je er snel bent, want over een uurtje kan het kaart regenen. Dus ga gewoon nu naar hal 16, want om 12 uur, kwart over 12, komt er onweersbui aan. Dus zorg dan dat je gewoon droog bent, dan is het heel relaxed. Maar over een uurtje en een kwartier is het gewoon kut. En hal 16 is 600 meter hier vandaan. Als je naar de uitgang gaat, leven je beker in. En loop gewoon achter alle andere mensen aan. Ga naar hal 16, drink daar nog een biertje. Tot volgend jaar, tot Stekker in het Park!